Nee, nobody cares! Kun je dat niet uitzetten? Snap ik dat niet. Ja, mic audio kan niet harder, maar ik kan hem wel dichterbij zetten. Oh, schakelen. Oké, okay. Ja. Wacht, ik moet eventjes de controls weten. Change gears is out. Oké, okay, ja. Let's fucking go! Waarom rijden jullie veel verder dan ik? Die je pas moet schakelen op het moment dat je bij het rode bent. Zeg maar. Ja, nee, dat deed ik, maar ja. Ik begon gewoon met gas geven. Mm-hmm. En daardoor haalden jullie mij al in. Terwijl ik denk, als je schakelt en je geeft al gas, dan ga je toch veel harder. Als je bij een stoplicht veel meer gas ingeeft, dan ga je veel harder vooruit. En ik gaf al gas, zeg maar. Van tevoren, dat deed ik. Nee, niet. Dus jullie gingen in één keer en ik stond daarachter en ik denk, huh? Maar het is prima hoor, Jori. Nu zie je wel hoe oud deze game is. Ja, dit is voor mij wel top nostalgie, zeg maar. Ik vond deze... Oh ja, die loterijen, die waren ook fucking vet. Kon je gewoon 100 points winnen. Ja, maar hoe vaak gebeurde dat? Soms. Ja, ik speelde het vroeger heel vaak, zeg maar. Dus dat gebeurde het wel eens, maar... Ik heb er echt nog nooit meegemaakt dat iemand hier fucking veel coins kreeg. Ja, ik heb wel meerdere malen 100 coins hoor. Ja, yeah, dat kreeg ik altijd. Ja, je moet wel de master. Maar eigenlijk moeten ze dan laten zien waar die dan was. Dan zou het vet zijn. Ja, oké. Okay. Kijk, alles goed met de jongens? Je hebt nu gezegd, Justin. Oh, in een blokkoe! Oh, nou al. Maar hier kan het ook nog een ster zijn, toch? Ja, zeker. Wel voor 20 coins, holy shit. What a bitch. Nu kom je uit in de denk je niet. Ja, moet wel. Ik vond dat er altijd te veel van dit soort vakjes waren. Nice. Yep. Up. Ja, dat dacht ik al. Even coins weghalen. Niet al te veel gooien. Oh, dan krijg je een goal. Oké, dat is dan niet zo. Maar ik ga wel voorbij de sterren, dus dat is wel een beetje jammer. Oh, 30 coins! Wat? En jij krijgt ze ook nog, hè? Dus ga je voorbij de ster? Ik denk het, ik weet het niet. Volgens mij niet. Jawel, dan ga ik voorbij de ster, dan kom ik op battle. Hoezo, de ene vakje? 1, 2... Ja, dit is geen vakje. Oh, en de ster is ook voorbij. Geen vakje. En battle minigame zou heel ongunstig voor mij zijn. Zo, niet als je wint. Dan ook gewoon, als de coins dan splitten, zeg maar, dan zal ik bijna nooit veel meer krijgen dan dat ik al heb, zeg maar. Pussy! Nou, hoe één beurt alles kan veranderen. Oh, dit is kut. Net als op de vuur naar het Jaap. Ja, maar dit is kut. Dungeon deze is nog kutter. Het is nog geen left or right. Nee, maar deze is wel echt al kut. Deze is echt al heel kut. Hallo? Oh, Loppie? Wow, yo. Zo doen we dan, nippo! Beach. Ja, maar dit gaat echt nog kut worden. Er kan nog van alles gebeuren.
Nou, dit is in ieder geval makkelijker richten dan wat ik bij die camp... Kut! Camp Ukiki had, weet je dat nog? Yep. Oké, het is niet makkelijker richten dan bij Camp Ukiki. The thing is rolling. Nice. Dit is ook gewoon gedeeltelijk geluk, hè, met skill. Ik zei ook tegen dat ene meisje, wel, als je meedoet, je moet wel echt tegen je verlies kunnen. Anders mag je niet meer. Ja, omdat je altijd wint. Je wint de eerste minigame en je hebt 60 coins. Ik heb maar 10 coins. Ja, dat klopt, maar het gaat uiteindelijk aan de eind. We hadden namelijk ook die andere map die jij niet leuk vond van Mario Party 7, met die windmodus. Ja, dat ja. Ook gedaan. Nou, en ik vond het ook kut. Ik was alleen maar aan het zeiken de hele tijd. En uiteindelijk had ik in de laatste twee beurten nog alles omgedraaid. Oh, dit is ook echt gay. Hidden blokken! Hidden blokken. Het kutte is dat ik net dus zo laag gooide, hè, waardoor ik nou dus... Kijk, nou is het nice, dan kan ik daar graag 10 coins stelen. Ja, maar dan kun je de ster niet kopen. Nee, maar ik kan de ster sowieso niet kopen, want ik moet bij die Koopa geld betalen. Ah ja. Pecorino. Oeh, jij kan nou waarschijnlijk zo'n lamp kopen, of niet? Ja, ik durf de item deck back niet, daar ben ik te pussy voor. Oh, ja. Daar ben ik echt te pussy voor. Anders hadden we weer zo'n highlight. Dat was echt vet, hè? En die twee Magic Lamps, of wat? Dat jij die twee Magic Lamps pakte. Maar moet je dan ook nog 20 coins betalen, of is de Magic Lamp gewoon al genoeg? Nee, je moet ook nog 20 coins betalen. Oh, nou, niet moet ze. Dat had ik niet. Ja, maar ik ging dat risico niet nemen. Als jij er geen antwoord op gaf, dan nam ik het risico niet. En als je erover loog, dan was het heel erg. Oké. Ja? De longklap, de lap. Echt jongen, nostalgie. Ze noemen mij gek. Zo. Ze noemen mij gek. Ik snap hem. Ik snap hem. Maar ik zei niks over de rijt. Dat zei ik ook tegen Joyce in de kinderzaal. Je snapt dat gewoon niet. Ik hoorde niet wat je zei. Maar ik zei niks over de rijt. Oh. Het is nu tijd om te gaan. Mama, leave you. Maar hoeveel moet je betalen bij die Koopa, bitch? Want dat weet ik dus niet. Ik own dit. Wat een loser. Ja, als ik nou 10 coins of 5 coins moet betalen, dan haal ik het dan niet. En als ik nou gewoon 10-10 gooi, of 3-3, kijk. Oeh. Ik kreeg gewoon 30 coins, dat slaat ook gewoon helemaal nergens in. Ah, en dit is random. Nee. En die, ja, dat is ook random. Daar ga je die kant op. Oh, dan loop je een rondje. Dan ben je deze kant op gaan. Hoezo sla je hem niet gewoon uit die boom dan? Oh, precies de kant waar ik op wil. Hidden! Ah, wat heb ik voor een lucky, joh, hè?
Je hebt net al met leuk twee minigames gewoon in. Oh, je hoeft daar pas te betalen. Je kan hem niet kopen! Komt zij nou niet op battle? Nee, ja. Mm. Oh, maar we lopen in de blok. Oeh. Dit is misschien niet heel slim. Ja en nee. Ik had beter kunnen wachten, want ik had daar best wel misschien nog wel als eerst kunnen komen, zeg maar. Misschien, ja. Maar ik liep zo weer terug, zeg maar. Dus ja en nee. En omdat jij als laatste moet, mm-hmm. Stel jij gooit nou laag, dan had je het kunnen doen. Ja. Maar ja, stel je hebt nou geluk en de ster komt dadelijk nog in jouw lijn. Of, ik weet ja, niet. Ik heb niet genoeg coins om twee keer te kopen. Mm. En ik weet niet of er een item is waardoor je items kwijtraakt of verschuift. Nee, niet. Nee. Volgens mij misschien dat je wel een item kan jatten op een of andere manier of zo. Maar... Oh, die swap card is dat toch? Ja, bijvoorbeeld. Ik... Hoi? Hoi? Noebee! Ik koop wel een item misschien. Dit is ook de enige Mario Party wanneer ik ooit een item koop. Oké, ik ga niks kopen. Helemaal niks! Oh, en die berghuis, die wil dan naar Ajax, maar dat die gewoon wordt bedreigd en zo. Ja, fijn hoor. Ja, dat slaat toch helemaal nergens al? Nee, maar het zijn fijn hoor. En dat dat dan uit die groepsapp wordt gelekt. En dan door een junior speler, maar dat ging dan per ongeluk. Hoe kun je zoiets per ongeluk uitlekken? Je laat het toch gewoon zien aan je vrienden. Je weet dan bewuster wat je aan het doen bent. Yeah. Dat je niet nadenkt over de gevolgen, dat is iets anders. Maar doe net van, oh hier kon niemand iets aan doen en dat is onschuldig. Nee, gewoon, daar moet je toch over nadenken als je zo'n kutclub voetbal. Even laat ik even moet zeggen. Oh, oké. Okay. Use pole for speed. Ja? Dus je moet constant A blijven drukken. Nou, dat is meer gewoon een beetje om speed te krijgen, zeg maar. Het gaat er vooral om dat je niet geraakt wordt. Of dat je niet tegen een boom aanvliegt, zeg maar. Nee, maat! Oh. Die camera ging echt zo kut in één keer. Ja. Easy win, boys! Die camera ging echt in één keer zo... I'm the best. Maar deze minigame is wel leuk. Yep. Nice, nice, nice. Waar zit de ster nou? Daar naar rechts, hè? Ja, bij het huisje naar rechts. Dus zij is er al aan. Oh, ze moet weg zo met die boot! Oh, en daarna is die. Yeah. Oh, Magic Jammer, Magic Jammer. Oh, met ja, dit is wel een pittige map, ja. Heel veel van die kut dingen die je kunnen naaien. Ook al ziet het er zo vrolijk uit. Yep. Ja, want als ik... Oh, hè? Oh, dan moet ik klein zijn, dus daar kom ik niet eens. Ik zit... Oh mijn god, ik zit daar gewoon vast dus. Hey, hoe zit je bek, jongen? Hoorde jullie dat? Je olderheid? 7 en? 4. Oeh. Ja, maar weer 7-7 natuurlijk. Precies weer, nou, bij 7 niet eens coins. Wauw, wat een kut. Ik heb al een beetje foreshadowing wat er gaat gebeuren straks. Wat gaat er gebeuren? Ik sta rond turn 15, sta ik gewoon voor. En dan kom jij op zo'n zo'n flippercast. Ja, maar die zijn altijd heel goed weggeschermd. Dat is dus een nadeel bij die Mario Party 4. Je zit heel snel in een loop. Mm-hmm. Nou, yes, ik zit daar gewoon vast, hè. Ik weet niet wie Donkey Kong speelt, maar je moet sterren verzamelen, niet zozeer muntjes. ik weet het, maar ik...
ik kwam daar omhoog, want dat is ook nog RNG of je links of rechts gaat. En als je dan omhoog gaat, dan loop je gewoon eigenlijk dat rondje opnieuw totdat je naar links gaat. Of je moet een kleine mushroom krijgen. Dit is de kutste game van alle Mario Parties die er bestaat. Wat is deze dan? Oh, maat. Deze is wel kut. En deze duurt ook zo lang. En als we nou bij elkaar zaten, dan was het nog niet eens erg. Maar dat is ook nog niet eens zo. Op AC. Oh, dan hadden we geluk weer Daisy. Yo. Ik heb nog niet echt het gevoel dat wij heel veel foutjes hebben gemaakt. Nee, maar je moet wel naar voren flipperen. Yeah. Dat is hetzelfde met voetbal, als je geen fouten maakt, maar je creëert geen kansen, scoor je niet! Kip, kip. Maar ik weet niet wie Luigi speelt, maar het is dus de bedoeling dat je de game wint. Ik ga bovenaan. Dat was even een silent. Ja. RNG voor ster klinkt als pijn, klinkt als party. En party klinkt als plezier. Plezier? Plezier. Wat is dit? Dat is een popsong. Vooral fijn als ik in bed lig. Oh, dan kun je gewoon achter je handen houden. Yeah. Ah. Als je dan niet kut met neerleggen, dan moet je hem elke keer op je scherm neerleggen. Ja, dat maakt niet zoveel uit. Oh, mijn jongen! Waar moet je dik van? Waar ben je? Ik heb die video van Day One nog gekeken trouwens, maar hij zei niet zoveel, eigenlijk helemaal niks wat ik niet al wist, zeg maar. Ja, maar ik denk dat het misschien wel gewoon leuk, zeg ja, maar. Ja, oh, dat was het zeker. En ik vond wel leuk dat hij best wel geïnteresseerd was. Alleen, ik cringe altijd op mensen die Pokémon kaarten uitpakken, maar dan de Pokémon's niet kennen, weet je wel. Je weet niet eens over waar je het over hebt. Dus je zag niet eens welke hij precies opende. Nee. Het ging gewoon in één keer, hij ging naar die gast. Kijk, heb ik. Ja. Waarom maak je een video dat je... Ja, gooi dat maar mee. Dat je ze openmaakt en dan niet laat zien welke je krijgt. Want hij had best een paar leuke, zeg maar. Ja, had zo'n Charizard best wel... En dan gaat hij naar zo'n kampertje en dan... ja, haal je niks in je hoofd, want het zit in de kluis. Ja. En dan van, hoezo? Als je daar gewoon binnenkomt en je zet een gun tegen zijn hoofd aan, laat hij echt wel zien waar die kluis is, hoor. Wat is dat nou even onzin? En dan zat er zo iemand anders lang. Ja, die ging er vorige week voor 60.000. Ja. Dus waarom verkocht je hem dan niet? Ja, ik denk dat in de toekomst wel meer waard wordt. Ja, dat hoop ik. Kijk, wat moeten wij doen? Jumpen volgens mij. Ja. Jump and change direction. Oké. Okay. Ik vond dit altijd wel een leuke manier. Maar vooral als je in je eentje bent. Oh ja, deze. Dit is echt zo'n Zemmel minigame. Het is wel een Zemmel. Ik wist het! Zij wil meteen mijn billetjes. Zie je? Zie je? Wat een nipvouw is zij, jongen. Nee, dat zeg je allemaal. Kijk. Oh, wow. Kijk, hier, wat? Zij gaat alleen maar... Oh, laat maar. Kut, weg van elkaar. Lady Beach! Lady Beach! Ga daar omhoog, ja. Oh, dat was close! 360! Opa! Easy win! Je zag me flex, hè? Ja. Je zag me flex. Ik zag die 360 hoepa, zag ik. Oh, dat is echt easy. De coin! Dat was echt easy. Ja, maar ik geef jou nou ook coins. Soul Store. Maar voor degene die Donkey Kong speelt, dat gaat niet om de meeste coins. Dat weet ik, maar ik kom nog steeds niet bij de sterren. Ha! Heb je hier geen gun liggen ofzo? Gewoon headshots geen. Zijn die hier gewoon naar voren aan het spelen? Ik denk het. Ik ben de buurt.
gewoon de duurder waarschijnlijk. Nee, we zijn gewoon daar aan het spelen. Maar gewoon tegen veel herrie. Waarom gaan die niet naar buiten, Bart? Weer gezien. Dus waarom doen ze dan iets buiten? Wedden dat ik 2 gooi? Jammer dat ik maar 2 gooi. Ik vind dat er echt te veel mini, van... Mini, kom op, mini. Gaat dat nu al gebeuren? Heb ik mezelf gejinxed? Maar ik kan ook mezelf daarmee naaien, trouwens. Ja, alleen met coins. Ja, als je met Peach helpt. Ja, bijvoorbeeld. Maar als jij met Peach helpt... Och, dan gaan we weer alweer een bot. Oh ja, graag. Stuur even een beter linkje dan, een bananas 136. Ik wil echt heel graag heel veel volgers, daar wil ik ook voor betalen. Ik heb heel veel geld, dus als je even wat meer informatie stuurt... Dan wil ik echt alles kopen wat je aandoet. Of je bent al bij werk, dat kan ook. Ja. Je wil geld verdienen, maar je doet dan niet moeite om even de reactie te luisteren van ons. One bitch. Maar wanneer gaat het mis en wanneer groeit hij? Hij groeit als je er langs komt en hij gaat mis als je op de praat tegenkomt. Ja. Weet je hoeveel kijkers gisteren... Hey. Oeh, nice. Gisteren was zo'n streamer, was nou Final Fantasy 15 aan het doen, dat spel jij ook speelt, had gewoon 200.000 kijkers. Ja, en League of Legends LCS alsof, had maar 50.000 kijkers. Aan het eind van deze maand komt Pokémon Unite uit, hè? Oh, die League of Legends game. Ik denk dat die best vet wordt. Ik hoop het. Ja. Ik weet nog steeds... Ja, het is een soort MOBA, maar ik weet nog steeds niet wat ik precies moet verwachten. Ik ga het wel proberen. Zeg jij maar welke kant je op wil. Rechts? Ja. Laat ik vasthouden. Ja. Nu? Wajio, ik ben geflexed. Ja, maar dadelijk niet. Nu past het. Hier, ease, die! Nee. Past het. Wat? Wat is dit? Past het. Maar bijna loslaten. Ja, nu hang jij onderaan, dus dan is het niet zo erg, zeg maar. Dan hang jij aan mij vast. Yo, we moeten wel mini. Vasthouden. Oh! Ik zei nog vasthouden. Ik dacht dat ik er al was. Snel! Vasthouden. Omhoog. Oh, kut! Nee. We moesten wel! Oh my gosh, wow. Maar ja, aan de ene kant, ik deny jou nou ook 10 coins. Alles gaat volgens mij. Zullen we die gasten even anders onze bankgegevens sturen en een privéberichtje? Ja. En dat wel meteen BSN-nummer erbij en foto van onze ID. Nou, komt dat wel goed. Ja. Dan worden we echt de grote streamer. Ja, maar morgen zijn we rijk. Vandaag ben ik broek, maar morgen ben ik rijk. Morgen is de toekomst en over 3 jaar hoort niemand meer iets van mij. Nu ben ik verdwenen en leef ik in mijn appartement. En niemand kent mij nog. 1, 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 1
Ja. Oh, dan word je gelanceerd. Ja, het is allebei kut. Het is echt allebei kut, want daar had ik nou boek kunnen kopen. Wacht, op wie wil ik? En ik ben weer. We hebben het over die loop, hè? We hebben het over de loop. En ik ben al weer onder Bowser. Je hebt dus bij deze Bowser in deze game, als mini-Bowser komt, dat je zo'n item kan krijgen, dat je Bowser kan worden, zeg maar. Ja, ze staat wel laatste, dus. Maar, zie je, die item, dat ben ik in, en ik heb deze game fucking veel uren in zitten, hè. Ja. Eén keertje maar gezien. Nice. Meest, in Mario Party 7, als je dan als laatste bent, en je komt dan op Bowser, dan na je... Wauw, wat een type spel! Dan na je iedereen in principe. Je had de Stan natuurlijk in de. Maar dan na je meestal iedereen.
Of als je dan minste coins hebt, dan ja, alles even. Maar dat is dan meestal bij die mini-bowser. Ja, dat gebeurt met... Dat gebeurde met Sander echt heel vaak. Maar je hebt bijvoorbeeld ook die de Bowser plek. Als je dan zegt hij, oh ja, multiplayer minigame en de verliezer verliest al zijn coins. Echt veel 2 tegen 2. Ja, kut. Kun je dat niet uitzetten? Oh, deze is ook kut. Nee. Hmm. Dan moet je zo op die knop drukken en dan gaat zo'n bom. Oh ja, ja, hier ben ik wel. Met z'n tweeën, dan kan je afspreken, de bovenste drie weet je wel, en de onderste drie. Maar ja, met de computer kan dat niet. Nope. Daisy, ben jij een klapmogel of... Wauw, Daisy. Lady Beach! Oké, hey. Ik denk dat ik... Dat is stop. Dat is er niet. Ik sta wel bovenaan, dus. Nee, dat is wel. Nu heb ik sowieso de minigame star niet en de coin star niet. Die krijg jij al allebei, dus je hebt gewoon nog. Nou, maar jij hebt wel die vraagtekens al best wel wat. Ja, maar dat is maar eentje. Kijk of die coins zijn, ja. Doe zo meteen weer even een loop, zeg maar, dat je weer omhoog gaat. In een blokken! Nee, ik kan het niet! Die is normaal. Ja, grote kosten daar maar. Zij kan wel op in de blok. Nee, dat kan niet, want de ster stond daar net in de blok change. Ah, oké, nee, dat kan wel. Noebe! 99. What the fuck? Was er waren gewoon geen items onder de 19 coins. What the fuck? Yo, dit koud geen bad pack. Als je dat maar door hebt. Trintro! Ja, oh, die is wel leuk, ja. Hoe heet ook alweer dat ene Pokémon spel? Oh, wacht, ik heb volgens mij een plekjes gelukt. Hoe heet ook alweer dat ene Pokémon spel waar wij toen speelden, dat je dan samen dat spel kon spelen? En dan kon je ook die lootboxes kopen, en dan kon je die pakjes. Dan kon je Team Aqua of Team Magma pakje, en dat was dan random. En dan had je Pokémon's en die kon je dan gewoon ruilen. Dat was zeg maar Dat was niet Poco MMO, toch? Nee, volgens mij niet. Volgens mij nee, wel. Het was van Hard Gold en Sol Silver, was het? Ja, en dat je dan ook zo... En die dingen waren ook uitgebreid, zeg maar, die routes. Die waren niet echt exact hetzelfde. Ja. En dan kon je ook je EV's veranderen. Ja, en als je dan... Kijk hoe je EV's had, dan was je Pokémon oranje. Ja. En Epic was paars. Ja. Ja, maar ik weet dat ook zo niet meer. Hoe gooi je? Oh, zo. Oh, die moet maar weten. Wat een kut game is dit, zeg. We hebben 88 coins. Het begon zo slecht. Doe eens eventjes een ja, dat wil ik. Ik wil een mystery box. Maar ja, ik sta de hele tijd in dat vierkantje. Daar hebben ze daar goed over nagedacht. Want dat is bij bijna elke map hier. Yeah. Dat je gewoon constant gewoon in diezelfde loop zit. Ik zou hem kopen. Wow. Kopie! Dieves bitch. Het is sowieso al de naam. En als ik maar een beetje iets weg. Nee. Ja, klopt. Als je hem helemaal uit laat groeien, dan krijg je zo'n fucking dik hotel in het midden. En dan? Nee, dat is gewoon cool. Ja, maar krijg je dan niks extra's of zo?
Nou, vooral in de rekening om veel te betalen. Nee, nee, maar ik bedoel, is dat niet iets dat, wat dan nog gebeurt of zo voor de map? Oké. Okay. Als je bijvoorbeeld bij Mario Party 7, die ster, als je dan bepaalde dingen doet, dan kan die ster ook 100 coins worden en dan worden alle vakjes van Mario. Ja, oké. Okay. Map. Ach, dat is precies wat ik wilde! Had meneer Jan nog gezegd dat ik er tegen was gekomen in de boeg? Ja, dat jij boodschappen aan het doen was ofzo. En zij zo, Ik zo, ja, misschien dat hij gewoon boodschappen moet doen. Ja, lijkt me niet heel raar, toch? Oeh, magische lamp. Ja, maar... Waar is de goodie bag? Ik heb toch... money. Wat, wil je geld verdienen of niet? Verkoop gewoon die goodie bag, bitch. Ik heb alleen maar kleine mushroom. Oh, ik hoop dat ik weer... Ga omhoog, ga omhoog. Ja, alsjeblieft. Omhoog. Yes! Yes! Dezelfde loop! Ja, het is dat ik dadelijk daar niet meer ben, omdat ik dan gewoon die lamp gebruik, maar... Oh, dit is kut. Nou, dat kan allemaal coins kosten. Dat is niet gunstig voor mij, want ik sta heel dicht bij de ster. Oh. Kut! Mocht zij kiezen? Ja, zij mocht kiezen, denk ik. Wat is zij voor bitch dit? Deze is wel leuk. Wat is zij voor bitch dit? Even serieus. Alleen, ik denk dat deze met deze controller heel lastig is. Ja, maar je vergeet het principe dat zij een vuile bitch dit is. Zij is volgens mij een vuile bitch dit. Inderdaad. Dat was jij even vergeten. Kut! Nee! Flawless world record. Oké, ik ben in ieder geval tweede, dus ik heb hopelijk mijn inzet terug, maar dit is kut! Ik denk niet dat jij je inzet terug hebt, want je hebt 30 ingezet en... Het is echt ketchup af. Daar had natuur een hele mooie oplossing voor. Wat is normaal? Dat is toch gewoon een grap? 63 coins. Dat je zo wil verliezen, hè? Ja, nou, ja, graag gedaan. Oh, wee. En nou kun jij de ster... Ja, je had niet genoeg gold voor de ster? Jawel, ik had wel genoeg gold. Oké. Ik had 24 coins. Wow! Oké. Ik ga meteen 34. Oké, je weet dat ik dadelijk die ster van jou weg haal, hè? Ja, omdat je een Magic Lamp hebt. Ja, ik dacht al, ze moeten mij op een of andere manier naaien. Nou, dat is gelukt. Oh, deze is fucking vet. Dat is een van mijn favoriete minigames. Dan moet je toch die dingen ontwijken. Ja, gewoon ontwijken. En je krijgt meer coins als je ogen dicht houdt. Je bent echt een lul. Ja. Deze game is gewoon nog best moeilijk, eigenlijk. Ja, zeker als de computers opeens ook goed zijn. Laat ik het wel liggen, jongen. Waarom? Als God bestaat, waarom weet ik dat niet? Omdat hij niet bestaat. Gisteren ook Oekraïne. Woyo. Als hij 1 of 2 gooit, dan wordt het Fiesta. Nice. Gisteren ook Oekraïne, hè? Yeah. Staan ze 3-0 achter. Wat is dit voor kut onzin? Oh, dus is er daar nog meer? Zee! Staan ze 3-0 achter? Ja. Yeah. Gaat die bidden op de grond en denk ik, waarvoor bid je nou? Dat het geen 5-0 wordt of dat je nog misschien gaat winnen? Ja. Waarom niet de boe? Ja, maar ik denk dat dat random is. Oh, oké.
Dag al jouw coins om de ster voor mijn neus te stelen. Als dat is? En don't you boys, hè? Oh, dat vind ik echt leuk. Ik hoop echt dat het gebeurt. Jij hebt ook gewoon keiveel te verliezen, hè? Je hebt en coins en een ster. Ik heb alleen maar coins. Ik weet het, ik ken het. Ik weet mijn lot. Alleen, ik vind het wel grappig. En hier had je altijd ook nog een gevoel dat je een soort van... Oké. Nu jou. En dan al je ik coins. Hoop jou, alsjeblieft. God. God, besta. Misschien krijg ik wel een ster van aan, want zij nee, heeft ik wil geen uit. Ik wil geen uit. Oké, nobody cares. No fucking body cares. Oh, dat is kut voor deze. Dit was gewoon alles, hè? Ja. Yeah. Dit gebeurde dus bij mij. Toen. Ja. Die kijkt 0-0. Oh, en ze komt er zelf op, hè? Yeah. Doei! Doei! Veel plezier! Maar dit was gewoon voor mij een reden om de GameCube voor uit te zetten en die ronde opnieuw te doen. Zo ben jij. Zo ben jij. Wat ben jij een lul, zeg. Dat je zo wil winnen. That's what she said. Dus ze zegt niet dat je iedereen hebt, maar dat ik iedereen ben. Oeh, en weet je wat maandag weer is? Een nieuwe aflevering van Mikkel Moot. Nou, joepie. Geloof me, het is echt vet. Ik heb wel eens gekeken, maar ik vond het echt, ja, het is echt niet mijn humor, zeg maar. Net als dat ik South Park niet leuk vind. Zeg maar. Ja, maar South Park is ook niet leuk vergeleken met Rick and Morty. Je hebt echt een paar fucking goede afleveringen ertussen, hè? Nee, dank. Dan was ik wel echt een baas. Ja, dat klopt. Nu heb je geen respect, maar anders had je respect gehad. Dat klopt. Oh, dat is... Oh, in de loop! Dan ben ik eindelijk niet in de loop! En dan zegt het wel... Ja! 1. Lekker voor je. What? 20 coins? Maat. Wat gaat zij kopen? Wat deed die hamer? Dan kan je iemand, dan is het random of het groot of klein is. En dan kan je iemand daarmee slaan en dan is hij de volgende beurt groot of klein. Mm. Het is best goed als iemand bijvoorbeeld recht voor de ster staat en je maakt hem groot. Ja, maar dan moet je en langs iemand staan en je kunt gewoon een genie kopen. Raakt ze sterker. Ooit krijg je een hotel. Ja, 20 coins man. Het slaat nergens op. Het is gewoon nog erger dan de Belastingdienst. En die zijn al erg. Was vroeger nou gewoon echt met iedere Nederlander gewoon afspreken, niemand betaalt meer belasting. En ook echt gewoon vanaf nu niemand meer belasting betaalt. Wordt dan iedereen opgepakt? Dat kan niet. Nee, nee. Daar nooit over gefantaseerd. Met je hand zo, waar je ding zit. En dan lekker gaat criminelen. Ah, gooi alsjeblieft hoger dan dat je over de ster komt. Ja, maar dat vind ik wel voor. Mooi zo. Ja. Oh, ik denk je gooi nou weer 9. Dat ik weer 30 coins gekregen. Nou, had je boos voor. Ja, maar dit was... Oh, je kunt er ook naar beneden. Dit is top. Om de Ja, als ik naar beneden ga, dan is het... Ja, maar je komt nou op Bowser. Ja, die kan... Als die dadelijk maar... gewoon... Oh, kom op Bowser. Ga omhoog. Dan wordt de baas een minigun. Oh, ze had geen coins. Al je coins, kom op. Dan word ik echt heel boos. Kom op. Dan word ik echt heel boos. Kom op. Wauw, ik krijg natuurlijk weer huge Bowser. Een Bowser minigun. Was dit? Items? Oh, jij hebt zoveel mazzel. Jij hebt 76 coins. Niemand heeft genoeg coins om een ster te kopen. Ik heb mijn peach geraald. Heb je nog een riem?
Wat is dit? Je hebt de meeste coins en je hebt de ster. En Bowser zegt, oh, je shuffelt met degene die ook bij de ster staat. Oh. Zeg dan gewoon niks, Bowser. Bowser, tief dan op. Oh, Justin, lees de chat echt niet. Jawel, ik had toch ooit krijg je een hotel? Ja, maar dat had hij al veel langer gezegd. Want dat had ik toen al gezegd tegen jou. Oh, oké. Okay. Waarom kan je bij elkaar doen? Dat vind ik zo goor. Ik zit vast, bijna. Kut, Peach! Die Peach is echt een vieze hoer. Mooi zo. Easy. Oh, waarom krijgt Peach die coins dan weer? Oh maat, ik heb deze echt slecht gespeeld. Maar ik kreeg ook mijn bom die ik had, die kreeg die andere, zeg maar. Want je moet dan een combinatie maken waar die bom tegenaan staat, mm-hmm. En dan ontploft die. Ja. Maar ik vind die minigame wel heel vet. Maar ik kan niet echt in mijn actief zijn in mijn eentje bij Mario Party. Oh, ik snap dat je chat niet actief is en dus je vergeet wat je leest. Ja, ja, maar dat is... Ja. Dat is het. Dat ook. Het ligt dus echt maar Sander is, ook, Sander is ook live, dus dat scheelt ook. Is hij zelf nou live ook? Ja, Sander is nu live. Dus. Was hij dan aan het spelen? Dat weet ik niet. Maar hij ging een half uurtje voor ons live. En ja, we hebben ook een beetje dezelfde kijkersbase. Dus als iemand live gaat, gaat daar allemaal naartoe, zeg maar. True, true. Wat is dit? Ik hoop echt... Nou, dan moet je naar de overkant. Maar ik hoop echt dat de ster zo meteen hier komt. Wow, waarschijnlijk wel. Ik krijg gewoon 3 coins gratis en voor niks. Maar ja, als ik op een blauw vakje kwam, kreeg ik en 3 coins met de kans hidden block. Dus ja. Yeah. Als klein zijn kan je het wel kopen. Ik heb al een brief ingestuurd naar Nintendo. Dat het onzin is als de nummer 1 player op Bowser komt, dat er eigenlijk niks veranderd komt. Als klein kan je hem wel kopen. Zou het klein worden? Dan kun je wel op een coole vakje komen. En een coole vakje wil iedereen. En dan kun je mijn test. Oh, dan word ik fucking hard ingemaakt. Ik roep. Dat is niet erg, ik heb er nog een. Even kijken. Maar de Sims ga ik helemaal niet kijken. Hij is dus de Sims aan het spelen. Oh, oké. Okay. Nee, dat zou ik ook niet meer kijken. Nee. Dus hij is de Sims aan het spelen, maar hij zou niet kijken naar ons. Hoe bedoel je? Hij zegt van... ik kan... Hij zegt van naar de Sims gaat hij niet kijken, zeg maar. Dus hij is hier om hier te kijken. Alleen hij is in zijn eentje in de chat en dan kan je niet echt actief zijn, omdat je niet echt op iemand kan reageren. Maar hoe heet Jordi dan? Huh? Hoe heet Jordi dan? Wat zijn... Nee, hij is... Sander is live, hè? Hoe heet Jordi, je zit hier in de chat. Ja, Carl. Oh, ik verwisselde de namen. Ja, 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 ja. Oh, vissen. Catch, empty the net. Let's go. We zitten bij elkaar, hè? Ik ben hier geen Shakespeare aan het schrijven. Waar heb je moeite mee, Justin? Nou, kijk. De nummer 1 player komt op Bowser. Wacht, we gaan er weer. Dat vindt hij dan. Hij kan echt niet tegen als ik ooit een keer iets win. Hè. Dat vind ik echt heel lastig. Jij moet ze eigenlijk naar mij toe lopen. Oh, wat? Je hebt wat. Ik heb iets. Ik ook. Oh, je had ze eigenlijk naar mij toe moeten lokken. Ik lok ze naar jou toe. Als jij dan met je net gaat staan. Kom. Nice. Oh, dit werkt goed. Alleen dit duurt wel fucking lang voordat je er bent.
Nice. Kom hier, lok die naar mij, lok die naar mij. Oh, you! Ah, ik heb hem even. Ze noemen mij Mako, hè, Tsunami. The Legendary Fisherman. Oh, ik dacht de Firebend van Legendary Fisherman. Je bedoelt die onzinnige bliksembender die denkt dat die vuurzeerbender is. Waarvan we eigenlijk dachten, oh, misschien is het wel een afstammeling van Zuko, maar het is gewoon een bastard van, weet ik veel, nobody cares. Maar hun kunnen wel fucking zieke power-ups en lukken die eigenlijk niemand kan. Hun zijn eigenlijk nobodies, dus who cares. En Korra is lesbisch, so who cares. Gaat ze nou expres op Bowser komen, of wat is het idee hierachter? Soms dan zeg ik tegen mij, hey Korra. Dan zeg ik, snap het niet, ik denk niemand van. Dat is mijn fan. Kom, klein. Wat is dat voor niveau? Wat is dit? Daar moet je klein voor zijn. Ja. Jij was niet klein. Ja, wat was dat? Oh, dat is de triple. Oh baby, it's triple. Oh baby, a triple. Stop nou eens, jongen. 20 is wel ten te veel. Oh, ga omhoog. Maar nee, verder, zij gaat omlaag. Nice. Nou, dat is 10 points. Nee, met triple ben je weer sterker. Nou, en zoiets zeg maar. En toen had ik dus iedereen. En de volgende beurt had ik weer iedereen. Toen had ik dus 6 sterren in 2 beurten. Nice. Oh, en als er geen hotel staat, kost dat geen geld. Wauw. Ga je niet klein? Ja. Dat maar dan moet ik eerst. In deze game krijg je die keuze niet meteen. Ja, dan word ik wel echt boos. Ik denk dat ik hem dan ook afsluit. Het is wel Flipkast. Nee, het is geen Flipkast. Oh, ik dacht dat er 2 waren. Easy, hit een blokkoe misschien. Ja. 69, ja, ik heb gewonnen. Is de dingen niet bezig. Money belt. Je bent de winnaar of je bent het niet. Ik ben geboren, ja. We gingen toch gelijk. Go, go. Ben geboren kampioen. Ben geboren winnaar. Geboren om iets goeds te doen en nooit ouder worden. Go, go. Wauw. Mijn idol graag. Oh, ik hoopte die stiekem te kunnen pakken nog. Wow, ik heb niet, kan me niet voorstellen dat ik hier ooit af ben. Ik ging het normaal ook zo snel. Ik ga nou wel, ik hou links, wat jij rechts in de gaten houdt. Oké, deze is wel de munt van ons aan het pakken. Deze is goed bezig. Oh, op zich wel een leuke minigame, maar oh, ze hadden eigenlijk coins moeten doen op het moment dat je eraf flikkert, dan is het klaar. Nou, wel fucking veel coins in de game. Yep. En ik weet dat jij daar niet van houdt, en ik kan nu ook niet omdat ik als enige veel coins had. Ja, maar ik had coins nodig. Ik had geen keus, ik had echt geen coins. Stel. Oh jee, daar gaan we. Ik ben heel slim, maar ik heb een tijdmachine. En de enige manier. We kunnen hem maar 1 keer gebruiken. Wat zou je dan doen? Geen idee. Zou je, als ik voor zou stellen, baby Hitler te vermoorden, zou je dat dan doen? Nee, ik denk het niet. Dus je wil gewoon dat al die Joden vandoor gaan. Nee, dat had ik liever niet gewild, maar ja. Oh, komt ze nou weer op Bowser? Ja. What the fuck? 5 minuten terug, zodat Milan kan winnen. Wow. Ik zie het verbanden. Ergens, maar ik had waarschijnlijk net verloren. Oh, zo, ja. Oh, weer als het coinje ervoor wordt of zo, hè? Dan word ik echt heel boos. Oeh, een Bowser game. What the fuck is dat voor auto? Oeh, degene die verliest al zijn items. Ja, en... Oh, ik heb geen items. Maar ik ben... Ja, en ik heb niet zo'n hele interessante items. Had dit net gedaan met die Magic Lamp. Ja.
Iedereen heeft keiveel coins, maar het spel bedenkt items. Dus er zijn er meer mini-bosses. Dat niet zo weet. Nou, maar dit zijn mini-bosses, die zijn er ook meerdere. Ik wil op de regels niet op. Make and play here. Dat is niet Bowser Jr., dat is mini-Bowser. Nee, ja, dat weet ik. Maar wie is zijn moeder dan? Peach. Heb je nog Mario Sunshine gespeeld? Oeh, maat. Wat een kut game is dit. Yo, fucking veel punten ook. Why, yo. DK. Donkey Kong. Dat was ook wel een goeie, denk ik. Easy! Dat was wel een vet nummer. Netjes zo wel winnen. Ik wil het in ieder geval niet verliezen. Oh, deze was wel slecht. Ja, hou doe. Oh, nog steeds gewoon... Oh, met ja, eentje mis, hè. Jij gooit sowieso hoger. Jij gooit 3 keer 100. Oh. Wat een diepe spel. We hebben een loser. Ik ga zo wel winnen. Maar je bent alleen je item kwijt. Hallo, mijn zwaar bevochten items zijn er. En er gaat maar één iemand. Normaal is met Bowser gewoon iedereen die... Alle verliezers raken alles kwijt. Dan is er maar één soort van winnaar die niks gaint. Ik hoor alleen maar maapap. Miyamoto, die heeft de game bedacht. Nee, dat is wat ze willen dat je denkt. Nee. Hij heeft de game bedacht voor ons. Tenminste, dat wij. Maar eigenlijk hebben andere mensen de game bedacht. Ja. Hey. Oh, yo? Huh? Dat je zoveel winnen. Kijk, Miyamoto is het gezicht nee, waarvan wij denken. Hij zegt Miyamoto is de moeder van Mario. Oh, nee, dat is ook wat je wil. Dat is de paar. Hij moest iets doen. En hij heeft toch een slechte jeugd gehad. Dus hij is gewoon verkracht door Bowser. Wat verklaart echt een hele hoop. Waarom hij nou zo slecht speelt. Dat jij zo wil winnen, hè. Dat je gewoon nu 2 sterren hebt, terwijl je eigenlijk fucking slecht speelt. Ja, voor mij doen we wel, ja. Dan gaat hij straks ook nog winnen. Dat is precies hoe het ging met dat een, want met jij die koopt winnen. Dadelijk gewoon een goodie bag. Of jij kunt sowieso nog een lamp kopen. Ja, maar ik ga sowieso zo sterren voor 50 points. Magische poeder! Hit hem ook? Geen 2. Wauw! Dit is nog erger. Dit is ook wel kut. Tenzij het een hidden blocker was. Ja. Praten. Nee, dat was trouwens niet nog erger dan 2. Oh! Wie is er in zijn 1? Ah, oké. Oké, ik wist helemaal dat ik dit van deze manier niet nooit gespeeld. Jawel. Ik niet. Jawel. En zo kwam Smash voetbal. Ah! Oh, ja, dit is wat. Ik niet. Oh, ik score natuurlijk! Nee, ik score. Ik had de blauwe. Oh, tegen elkaar! Jij miste weer, hè? Oh, oké. Oh, golazo! Hé, hey, wat is dat voor kutkeeper? Oh maat, we moeten even... Oh, zag je dat zo? Boom! Oh, kut. Wat? We zijn echt slecht! We zijn echt slecht! Eigenlijk hadden we allebei moeten zeggen, oké, jij pakt links, ik pak rechts. En dan had iedereen altijd sowieso in één. Je moet zo keiveel scoren! Ja, 10 keer. Wat? En die goal is geen klein! Dat klopt, ja. Echt zo'n minigame dat als je alleen bent, dat je die zoveel meer wint. Duurt lang. Etsy. Voldemort. Dat dacht ik wel mooi. Voldemort, toch? Hipsy. Wil je ook? Nee, je moet al eten. Of was dit geen in de wald? Ik weet het niet meer. Voldemort. Ja, dat was het. Dat was beter.
Maar er is niemand waar ik naartoe kan. Wow. Nope. Nobody waar in the bird. €5. Op je maal, ho! En een mini, let's go! Beter, dan heb je er van allebei in. Ik vind echt dat er te veel van die vakjes zijn. Ja, en je kunt ook maar twee items erin krijgen. Nou, één. Nee, ik wou net zeggen, dan werd ik echt zo boos. €50 is dan te duur. Dan ga dat doen. Ik weet dat Peach. Ja, dat weet ik zeker, ja. Dat is een appel. Oeh, als je daar dan gewoon nog naar rechts mag. Kom, mini. Dat is niet mini. Oeh. Jij pakt mijn sterren en de game wil nou dat ik met jou in één team ga. Dit is een kut game. Hoezo? Hoeveel minigames van 2 vs 2 hebben we en we hebben gewoon dezelfde kut minigame in één. Deze minigame is zo kut dat je hiervoor eigenlijk Mario Party 3 niet wil spelen. Ja, eigenlijk wel. Zo kut is deze minigame. En dan hebben we hem al voor de tweede keer. Van beide. Yo, is goed Jordi. Adios, amigo. Adios. Oh, nu kunnen we snel door. Dubbel! Kut! Wat een onzin! We gingen zo prima. Yeah. Hij ging ook volgens mij naar mijn idee veel sneller weer met vuur. Yep. Hebben we nou nog gewonnen? Ja, easy. Oké. Okay. Volgens mij was het best spannend. Nee, we moesten nog alle twee die vuurdingen op het einde. Oké. Wij gingen echt fucking snel, hè, totdat we geraakt werden. Totdat het misging. De laatste 5 minuten. Kom. Zemmel, jongen. Dat was voor die tickets, hè, van net. En wat krijg je dan? Ja, dat gebeurt dus ook heel zelden. Maar als je die alle drie hebt, krijg je volgens mij een ster of zo. Oké. Hm. En wie krijgt hem dan? Degene die... deze was de enige die zo'n ticket had. Maar die moest dan wel... Hoe krijg je zo'n ticket dan? Als je voor de laatste 5 turns... Wow, joh. Ja. Dit is kut voor mij. Als je voor de laatste 5 turns bij de loterij komt, krijg je zo'n ticket. En die kan je gewoon één zo'n ticket krijgen. Dus dan 3 gezichten op. Ja. En dan moet je het in die volgorde. Yep. Maar dit is echt weer kut, die ding, die flippercast. Dat is echt weer fucking goor. Ik vind het cool. Ja, dan snap ik dat jij het weer cool vindt. 2. Ah, ik weet niet wat ik moet doen. Wat vind je Michelle zou zeggen? Nou. Doe hallo. Ja, maar ik vind haar echt... Vind je dat ze echt een vet nummer heeft? Nee, je kunt zingen. Maar... ik hoef helemaal die tangent, hoef ik niet. Ik ga gewoon even om die grap. Oh, okay. Ja, nee, ik vind gewoon, ja, je kunt zingen, we weten het. En verder, ja, er zijn zoveel mensen die kunnen zingen. Dan word je klein, dan gaat ze niet eens spelen. Wat is dit voor een onzin. Goed. 24. Nou, dat vind ik niet zo kut, maar ik vind het kut dat ik nu weer op die ding kom, op die boot of op die dolfijn. Oh ja.
Dat is wel zo. En je hebt sowieso die vraagtekens daar op de grond. Jee. Nou, deze is ook fucking vaak op die vraagtekens gekomen. Battle? Oeh. Nee, lucky hè. Battle kan niet in deze game. Stand out. Oh, deze is volgens mij leuk, omdat dat boeken toch? Die bladzijden. Nee, dat is Bookworm. Dit is Stampy. Oh, oké. Okay. Deze vind ik niet zo wel leuk. Oké. Okay. Weet je welke Mario Party 7 game ik kut vind? No. Dat je zo door zo'n schetsblok moet bladeren waar zo'n verhaaltje wordt afgespeeld. Ja, en dan op de juiste stempel. Yeah. Die speelde ik ook met... Jij bent echt weer zo'n gore anuslikker, dat is weer niet te doen. Ja, jij bent echt zo'n gore leier ben je. Je weet dat hun nou gaan winnen. Ja, nou dat kan me niks schelen. Ja, waarom die haat naar mij? Dat vind ik weer zo jammer. Ik denk dat de rood heeft gewonnen. Oh, ja. Met 1 fucking procent? Get hoor. Zoals het hoort. Maar hoe verwachten ze dan dat deze minigame gespeeld wordt? Ja, niet zo. Ja, het is gewoon echt van ja. Hopen dat iemand niet achter je gaat. Want als je dan over elkaar gaat, win je allebei niet. Maar doe je dat niet, dan win je ook niet, waarschijnlijk. Mm-hmm. Ja, omdat ik daar geen coins wil betalen. Als ik die vraagteken kon. Kijk, en als ik nou gewoon 2 keer hetzelfde gooi... Ja, dat zou echt... Dat je zo wil winnen. Het kan nog, het kan nog. Ah, jij krijgt maar 10 coins. Hoezo krijg je maar 10 coins? Hè? Waar ligt dat aan? Geen idee. Man, dan moet ik deze kant op. Waar ligt dat aan? Ja, ik ga hem laag. Ja, maar als je naar boven gaat, dan maakt het ook niet uit, dan ga je voorbij de ster. Kijk. Ik hou van het spel. Maar hoezo kreeg je 10 coins? Jij kreeg er 30. Wow, ja. Wat is het dan het verschil? Ja, dat weet ik ook niet. Maar als dit nu gebeurt, is precies wat ik voorspeld heb, hè? Mm-hmm. Ik zei het, hè, laatste 4 turns, nou dat is het nu, raak ik alles kwijt. Ik zei het, als het zo is, heb ik het voorspeld. Kom, Luigi. Nee, nobody cares! Kun je dat niet uitzetten? Nee. Niemand boeit dat die computer met elkaar iets switcht. Echt, niemand. Maar mag het dan naar jou? Sterna Peach. Coins swap ook goed. Hoeveel coins is hij? 20 of zo? Nog niet eens. Ah, het valt wel mee. Ah, niks aan de hand. Wat een kutspel, ben ik alweer 4 coins kwijt? Nou, leuk, boeiend. Oh, computer. Dan moeten ze echt altijd zijn. Nee, maar niemand boeit het als die computer zeg maar zijn dingen wordt veranderd, snap je? Het boeit als een van ons genaaid wordt. Ja, maar die doen toch ook wel mee. Dat kan je niet doen dat je altijd wel rest. Ja, maar nou was het gewoon zo overduidelijk. De eerste was Peach en dan is er meteen al de spanning eraf, zeg maar. Nou ja, als het met mij was en ik alles verloor aan haar, dan was het gewoon kut geweest, hoor. Nou. Nee. In een blokkel! Ja, dat zou echt geniaal zijn, maar helaas. Paratrooper Plunge! Deze is ook wel leuk. Je moet je toch die coins of zo pakken? Ja, en dan moet je gaat zo naar beneden zo. En dan moet je die coins vangen.
Oh. Je mag maar 3 keer geraakt worden of zo en anders ben je F. Dan ben je F, weird. Oh, dat is een veilig trucje, hè? Dat is ook veilig. Ik werd zo hard weer genaaid, hè. Als je dit met z'n vieren speelt en je spreekt gewoon met elkaar af, oh, we gaan gewoon de hele tijd voor die ene vliegen, dan kun je niet eens de kant op. Je moet hier. Ik hoor echt alleen maar Mauwpap. Ja, maar dit is een game. Je valt alleen maar naar beneden en je kunt elkaars movements blokken zonder dat je daar iets tegen kunt doen. Terwijl als je dan elkaar kunt wegstampen, dan is het weer cool, want dan kun je elkaar weer naaien tegen die dingen. Maar nu, als iedereen... Dat is wel toch een sterke enemy. Waarom koop je dat dan? Als je daar net zoals met Bubble Brawl elkaar nog kon afstompen of elkaar tegen iets slaan, dan zou ik die game zoveel leuker vinden. Ik hoor alleen maar Mauwpap. Hidden Block. Hidden Block. Nee, dat is wel verwacht. Kom op naar boven. Oh, en jij komt op. Op de ster! Oh, ja, dan is het klaar. Ja. Ik ga ook nog eventjes die pakken. 100 coins? Hey, ik ken het je. Het is nou voorbij. Nee. Sad. Maar hoezo krijg je die bal niet mee dan? Wat moet ik ermee doen? In je hoofd gooien? Ja! Nou, ik vertrouw er niet, hoor. Als er nog iemand op de flipperkast komt, dan kan alles weer anders zijn. Nee, er staat veel te ver van die flipperkast. Ja, maar er staan nu overal flipperkasten door die rode... Ja, maar zoveel rode dingetjes zijn er niet. Oh. En dat is ook echt de enigste manier hoe het zou kunnen gebeuren. Alweer een 10 minigame. Oh, ik hoop te winnen zelf. Oeh, Team Treasure Track. Deze is wel leuk. Die Dolf, weet je wel. Dan moet één iemand die puzzel pakken. En de andere die andere. En dan moet je elkaar vinden en dan heb je heel goed winnen. Oké. Deze is dan wel weer leuk. Oh joh, ik sta vlak bij eentje. Oh, je moet natuurlijk die blauwe hebben aan de andere kant. Eerst naar de andere kant. Ja, het is... Kom ook bijna in die anders natuurlijk. Even een blauwe. Bovenin? Ja. Oké, dan is die andere onderin. Hier is die blauwe. Oh, daar is die. Volg mij. Yes. Volg Peach in ieder geval, want die gaat... Je bent nu de andere... Toch? Ja, je bent nu rechts gelopen, toch? Ja, ik zag jou lopen. Gaan we naar beneden. Yes. Hi! Ja, deze game is al leuk. Ja. Ook omdat je hier, als je fucking goed oplet... Dit is echt een skill minigame, maar met een beetje geluk. Want dat zijn de beste. Ja. Het is een tering aan het regenen ofzo. Ik denk het. Mama, jongen! Ik wil geen tering aan het regenen! Mama, je nat man! Nou, word je nat dan, ja. De laatste turn of de ene laatste? De ene laatste. Oh, ze gaat coins van me stelen. Of van jou, jij hebt de meeste coins. Nou word je nog bozer, hè? Dan snap ik... Ja, ik snap deze game dus echt niet, zeg maar. Ik grijp de logica van de game niet. Ik sta derde, of tweede,
En dan stilt ze van mij een coin. Oké. Okay. Prima. Kan ik hier... Dat wordt niet betalen. We worden gewoon in de blok hoor. Ja, maar je komt gewoon niet vooruit met die lage worpen. Dat is echt zo... Ik wil nou op een... Dat wordt betalen! Ik wilde op een ster komen, op die Flippercast. Snap ik dat je dat wel. Je hebt toch... Nu heb je niks, ook niks meer echt te verliezen, zeg maar. Dus nu is het gewoon... Ja, blijkbaar wel al coins, hoor. Want DC gaat mij coins geven. Om mij prima te checken of zo. Wie schrijft die codering? Nee, maar ik weet waarom zij jou koos. Hè? Want jij stond... Hoe heet het? De computers kiezen altijd de ze willen gewoon zo hoog mogelijk eindigen. Dus als ze dan nummer 2... Waarom pak je Peach dan niet? Omdat hij niet zoveel coins had. Wat moet hij doen? Oh, deze is best kut. Peach? En waar moet ik? Drankpan. Ja, wij moeten met de golf moeten waar zo om laten slaan, weet je wel? Oké. Dit is een van de minst leuke. Wow, sunshine water? Wat? Kant op. Nou, we gaan sneller. Wat een kut, man. Ja, ik wist dat deze kut was, maar nu is het nog eventjes extra. Hij ziet er ook helemaal niet moeilijk uit. Nee. Want dat ding blijft gewoon precies in het midden. Ja. Dus het is dan aan ons om het precies tegelijk een golf te doen, een paar keer achter elkaar? Of hoe moet je die verliezen dan? Ik weet het niet. Kan je raden? 2B stappen. Wat? Mogen jullie de locatie gebruiken? Nee, bedankt. Ik doe gewoon weg hoor. Oeh, ja, het gaat regenen. Wanneer gaat het nou regenen? Het regent al! Ja, het regenavond 6. Dat is nat. Maar jij houdt van nat. Wauw! Hoe laat moet je eten? Nou ja, ik moet niks. Ik eet waarschijnlijk toch gewoon zelf. Dus. De wind. Ja, daar komt even een ding ook op staan. En boven waarschijnlijk ook, dus dan... En zij krijgt dan een fucking hidden fucking block, jongen. You mad, bro? Ja, dat is wel te weinig. Gewoon ik als ze Mario Party spelen, dan neem ik mezelf gewoon af op de volgende komt. Wat daarna niet meer mijn. Dat is wel slim, ja. Dat is al mooi! Ik vind dat ook jammer bij deze dingen, dat je niet kunt kiezen. Dat vind ik echt jammer. Dat is zeker jammer. Dan loop je hier dan omhoog, dan loop je gewoon de hele tijd een loop. Mm-hmm. Ja. Waarom spelen we nog straks? Het is voorbij! Fish and Bricks. Laat maar raden, het is een minigame dat we golven moeten maken, maar dan niet zo hoog. Oh ja, dat is. Oké. Deze kan ik niet herinneren. Oh, ik wel. Zij moet dan 5 dingen doen, zeg maar. En wij moeten de 3 doen. En dan vult elke keer met die emmer. Vult, Ja.
Oeh, nippel! Ik heb gewoon alleen maar haar. Deze moet, als je alleen bent, moet je deze kerk winnen. Yep. Dankjewel. Ja, je hebt sowieso de vraagteken sterk. Nee. Ja, ik heb die sowieso niet. Nee, dat is waar. En dan heb jij al gewonnen. Peach kan ook nog winnen, hè? Nee. Ik heb meer coins. Dit voelt echt goed. Kijk. Oh, zij heeft de meeste coins. Oh ja, zij kan nou nog winnen, mits zij al de bonus sterk krijgt. Ja, of twee. Ja, maar en ik krijg die minigames daar. Of jij. Ja. Nee, jij. Ja. Kijk, en als ik nou drie keer de sterren heb, zeg maar. En die ben jij, of ik, of jij. Luigi the winner! Wat lekker is om een keer te winnen, jong. En die ben jij ook. Als het goed is. Oh. Ik dacht al, deze. Gadverdamme. Maar jij, ik heb 100 sterren. Waarom wil jij zo winnen? Easy. En de winnaar is... Jij niet. Die wint de Ballon d'Or van Dijk. Nee, tuurlijk niet! Wie won hem toen? Modric? Ik denk het. Nee, of wel toen? Wat eigenlijk? Ik krijg een cadeautje met helemaal niks. Wil je maar de party 6 nog doen? Ja, 5. Of doe maar 6. Ja, jij mag het allemaal zeggen. Ik wil de stats nog wel even zien. Oeh, 6 sterren, Justin. 6 sterren. Ja, je had er eigenlijk 5. Oh, joh, je was nog best close. Van minigames. Ja. Yeah. Ja, ja. Die met die coins ook. Die reden ze nog coins. Yeah. Die was ook fucking close. Happening niet. Ja, ik denk dat die turnaround, dat jij op Bowser kwam. Ja. Yeah. Ik dacht dat jij werd genaaid en je werd gewoon niet genaaid en er werd niks afgenomen. Dat was voor mij de grote turnaround. Yep.